Voor gisteren, hè. Ik ben benieuwd. Het is hier echt belachelijk warm. Hallo, zet u erbij, hè? Ik ben Jonathan. Ik ben Bibi. Bibi, wat doe jij in jouw leven? Ik ben DJ. DJ? Ik draai. Jij maakt TikToks, hè? Ja. Ik ben begonnen met zo drum en bass en zo. Dat was zo hetgeen waar wij naartoe gingen op ons 15, 16 jaar. En ik weet toen nog dat meisjes zo, die gingen altijd gaan voorstaan. En gasten, als die daarmee wilden dansen, die pakten die gewoon vast, langs achter. En toen was dat zo oké. Dat was zo de bedoeling, dat je moest schuren met iemand zonder die eigenlijk te zien. En ik weet nog dat ik er altijd een heel raar gevoel bij had. Dat je dan zo een beetje als lustobject en zien wordt. Ja, het nachtleven is wel, heeft wel donkere kantjes. Ja. Het heeft heel veel leuke elementen, maar ook wel zo, toch wel zo'n donkere keerzijde. Heb je daar ooit iets meegemaakt dat je chockerend vond? Of dat je zo dacht van, ah, nu ben ik ben anders of zo? Ik zelf niet, maar ik weet wel dat ik een keer in de Overpoort was. We waren met een vriendengroep en er was een vriend van mij die make-up droeg. Ja. En je kent altijd zo die buitenwippers van voor in de Overpoort. En die vriend mocht niet binnen. En ik was daar echt wel zo door aangedaan, omdat ik zoiets had van, hallo, die is mega leuk. Ja. Die mag wel binnen, wat is dat nu? Als ik binnen mag, waarom mag die persoon dan niet binnen? En op dat moment had ik misschien niet echt door dat dat wel zo wat ten eerste racistisch was, want die was donker getint. En ook dan die make-up op had, dat ik zoiets had van, allee, dat vind ik zo niet oké. En dan hoefde ik zelf ook die club niet meer binnen. Ik had zoiets van, oké, dan hoeft het echt niet. Nee. Dan gaan we wel naar een andere club waar we wel gewoon allemaal binnen mogen. Ik hoor dat ook bij veel witte mensen, dat die zo tweedehands racisme meemaken en dat daardoor ook meer begrip voor hebben. Ja, dus en ook dat je er zo niet echt bij stilstaat op dat moment, maar dat ik nu zo later zo dacht van oké. Ah, dat was dat. Ja. Ja. Dat je zo het zelf niet meemaakt, maar het wel zo ziet gebeuren of zo. Ja. Altijd. Ik heb zo je fight or flight en ik heb gemerkt dat ik wel die fight ben, ook al wil ik dat niet, want ik zal fighten, maar ik zal daarna huilen. Maar in mijn hoofd ben ik aan het wandelen, ben ik op de gewoon in de ballen trappen. Ik ben een zeer bange. En nu nog, voor 5 uur in de winter ben ik thuis. Ik heb me al heel vaak onveilig gevoeld. Ik ben een redelijk stevige verschijning, dus ik heb nog nooit eigenlijk veel bedreiging gevoeld met het alleen naar huis stappen 's nachts. Ik heb het ook al vaak meegemaakt dat ik dan of naar huis wordt gevolgd of wordt nageroepen of dat mensen mij in een hoek duwen of zo. Gelukkig ben ik nog nooit in elkaar geslagen geweest. Welke festivals heb je al gedaan deze zomer? Extrema, Doer en Tomorrowland, het eerste weekend. Vind je dat heel inclusief? Ziet je daar overal mensen rondlopen die allemaal verschillend zijn? Hetgene wat mij op was gevallen bij Tomorrowland was dat ze wel zo genderneutrale wc's hadden. Dus ik vond het wel leuk dat ze zo een keer erop hadden gelet dat iedereen zich thuis voelt. Dat is ook wel echt iets van de laatste paar jaren. Hè? Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat ook wel goed. Ja. Ik vind dat, zeker als je iemand bent dat struggelt met zijn gender, of dat je bij zoiets banaal als pipi of kaka doen er weer aan herinnerd wordt van, ik pas niet in dit hokje. Ja. Ook gewoon op zo'n vlak van zo toegankelijkheid voor rolstoelpatiënten. Ik weet niet in hoeverre mate dat op festivals georganiseerd wordt. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook niet al heel veel festivals gezien waar dat er echt heel veel op gelet werd. Ik denk dat dat iets is waar mensen nog niet zoveel bij stilstaan. Wat ik ook wel echt merk, is dat zo het muzieksgenre waar je naar luistert of waar je naartoe gaat op een feestje of zo, dat echt ook samenhangt hoe hard dat zo de LGBTQIA+ community geaccepteerd wordt. Want ik weet bijvoorbeeld, bij techno is het alle rem los en alles mag en iedereen mag zijn hoe dat die, hij, hen, hun wilt zijn. Maar er zijn zo andere communities, zo bijvoorbeeld dan meer zo de clubmuziek of zo, die misschien wel een andere kijk heeft op het hele gebeuren. Maar dat is ook, die genres zijn letterlijk ontstaan door zo'n
groeperingen van mensen. Hè. Bijvoorbeeld house, dat is in de jaren 80, denk ik, jaren 80, 90, in Amerika ontstaan door zwarte mensen, door gay mensen, omdat die zich niet echt thuis voelen in het gewone uitgaanscircuit. Dus dat komt wel, dat heeft die wortels in dat. In die gedachtegang. Dus ik snap wel dat dat ook zo overkomt nu. Dus dat is niet onlogisch dat ik dat zie. Ik ben ooit met een date uit geweest in de Overpoort in Gent. En ja, twee meisjes die daar samen hand in hand lopen, ook heel veel kussen geven aan elkaar. Ik ging denk ik ook wel vol met lippenstift zo overal, dat weet ik niet zeker meer. Ja, dat er ook aandacht en je voelde wel dat heel veel jongens dan ze naar ons kwamen. En sommigen ook echt zelf zeiden van, oh maar wauw, jullie zijn twee meisjes, kom, kussens voor ons. Mijn broer ziet er als mij uit, maar die ziet er nog Afrikaanser uit als men zou zeggen dat die heeft een fro. En de keren dat die al gewoon geweigerd is, al is het van, je bent mijn hele voetbalploeg aan de deur en er worden echt de drie Afrikanen of drie niet-witte mannen uitgehaald en het is letterlijk nieuwjaar en je hebt een ticket en dat is echt zo van die machteloosheid. Ik heb ook wel eens een Amerikaanse vriend gehad die is in elkaar geslagen en dan is dat wel chockerend dat je dat ziet. En dan gewoon omdat het Amerikaans is. Als je gespiked wordt bijvoorbeeld, zelf meegemaakt, dat is het allerlaatste wat je wilt meemaken. Zeker als je in een veilige omgeving zit met je vrienden en er gebeurt wel fucked up. Zowel fucked up dingen. Heb je dat soms, dat je zo onveilig voelt tijdens het uitgaan? Ja, tijdens het uitgaan, voor het uitgaan, naar huis gaan, in de taxi zitten. Je hebt gewoon mensen dat vaak zo testen hoe ver ze kunnen gaan. Of zo. En soms, zeker zelf als je iets gedronken hebt, je bent veel meegaander. Ja. En dan kunnen er gewoon foute dingen gebeuren. Dat zijn van die dingen dat je zo... wordt helemaal uit de sfeer gehaald. Want je wilt eigenlijk gewoon gaan feesten, je ziet er goed uit. En dan begint je ineens af te vragen van, heb ik dat zelf uitgelokt? Waarom was ik ineens een lustobject voor die persoon? En je gaat het bij jezelf zoeken, terwijl dat niet aan jezelf ligt. Nee, voilà. En dat beperkt je gewoon in je vrijheid, in wat dat je wilt aandoen en in wat dat je, hoe dat je eigen wilt voorstellen aan de wereld. Dat vind ik wel iets waar nog te weinig nadruk op ligt. Ik zelf heb nog nooit hetzelfde geslacht gekust. Ik heb dat wel al vaak gezien. Dat is wel eens voorgekomen als student. Enorm zat. Ik heb zeker al gekust met mensen van hetzelfde geslacht. Ik weet het niet. Als ik een snor zou voelen, dan denk ik toch dat ik zou terugtrekken. Als ik de tijd van mijn 14 jaar herinner, zou ik zeggen ja. Maar dat heeft dan natuurlijk nooit meer te sprake gekomen. Ik kan niet zeggen dat ik per se al verliefd op iemand ben geworden, maar ik zie mezelf wel in de possibility daarvoor. Binnen 15 jaar, ons eigen festival, Bijo, Bibi Jonathan, hè? Mooie naam. Hoe gaan we dat aanpakken? Dat iedereen zich erbij hoort voelen. Wat is belangrijk? Ten eerste, rolstoelvriendelijk. Ja. Dat lijkt mij wel echt een hele makkelijke. Ik vind ook zoveel mogelijk gemengde huidskleuren. Dat vind ik ook heel belangrijk. Zowel in line-up als werknemers. Zowel in line-up als werknemers, als mensen. Want dat is ook gewoon een ding in veel festivals nu. De mensen aan de top zijn vaak wit. Ja. Dus ja, ik snap dan dat ook doorcijpelt naar beneden en dat uiteindelijk mensen dat komen ook heel wit zijn. Dan op vlak van gender. Ja. Dat iedereen zich toegelaten voelt. Ja. En ja. Er is één wc. Alleen meerdere wc's. Ja. Oei. Iedereen op dezelfde pot. Goeie muziek. Ja, dat is ook heel belangrijk. Heel belangrijk. En gewoon losgaan. Gewoon losgaan. En dresscode is wees jezelf. Ja, zoiets. Hè. En misschien iets van water ergens. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Ja. Gratis drank. Misschien ook een leuke. Nee, ik bedoelde een meertje of zo. Zoiets. Maar dat klinkt wel als een topfestival, moet ik zeggen. Ik zou gaan. Ja, ik ook. Ik zou top vinden. Allee, goed. Dan gaan we afscheid nemen. Ik vond het superleuk. Ik ook. Vond het keileuk. Ik vond het niet te leren kennen. Superleuke babbel. Allee, heel veel succes nog. Ja, jij ook. Dankjewel. Salutjes, hè.